Goedemorgen. Ja. Ik ben Guido. Jij bent Guido en jij bent jarig. Ik ben jarig. Doen we een box? Gefeliciteerd. Bedankt, bedankt. We staan hier vandaag op het Nationale Ereveld in Loenen. Aan de ene kant om mijn verjaardag te vieren, wat best een beetje raar voelt tussen al deze graven. Maar ook de 75ste verjaardag van de Oorlogsgravenstichting. En dat doen we niet alleen. Dat doen we met 75 middelbare scholieren van de school in Apeldoorn. En met een overlevende van de Tweede Wereldoorlog. Maar het was een angstige periode waarin eigenlijk ons gezin eigenlijk al uit elkaar is gevallen. Ja, wat is er angstiger voor een kind als het hele gezin uit elkaar valt? Hè? Dat je geen thuis meer hebt. Mijn vader schijnt nog een poosje geleefd te hebben in Auschwitz, maar daar heb ik nooit meer iets over gehoord. En de rest van de familie zijn zo de gaskamers ingegaan. Gewoon, daar kom je aanlopen, moet je je uitkleden, word je kaal geschoren. En dan ga je de gaskamer in en dan ben je dood. Het is niet te vatten. Hey, ik merk dat het me ineens ontzettend raakt. Dat mensen daardoor doorheen moeten gaan, dat kan je gewoon niet bedenken. We hebben net geluisterd naar een indrukwekkend verhaal van Marja en van Theo. Wat de leerlingen nu gaan doen is buiten de graven schoonmaken. En binnen gaan ze nadenken over wat ze nou tegen Marja zouden willen zeggen. Het is heel onwerkelijk om te beseffen. De jongste zijn, want ja. Over 2 jaar zijn we ook 15 en er lacht net iemand. Van 15 jaar? Van 15. Ja. 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 Ik kan me niet bedenken dat je naar huis gaat en dat je vader niet meer is, dat je niet met je vriendje of vriendinnetje mag spelen. Dat je gewoon niet meer veilig bent waar je leeft. Heftig, ik vind het echt een heftige dag. Vind je niet? Ja, ja. Ja, fijn dat we even buiten zijn en iets terug kunnen doen. Ja, precies. Op het moment dat je denkt, dit vind ik ingewikkeld, ik doe net even of ik het niet zie, daar gaat het om. Om die momenten te identificeren en je te realiseren, ja maar wacht even, als ik wegkijk, gebeurt er niks. Dus ik mag niet wegkijken. Je hebt ze gezien in films, toneelstukken, er wordt muziek over gemaakt, maar pas als je op een dag als vandaag weer samen bij elkaar naar een verhaal luistert, en ziet wat voor gevolgen het kan hebben, weet je waarom we dit doen.